Suriname gaat in een total lockdown van 3 weken. President Chandrika Prasad Santokhi maakte dit gisteravond bekend op een spoedpersconferentie van de regering. De reden om over te gaan tot een total lockdown is dat Suriname zich momenteel in code paars bevindt, wat inhoudt dat de verspreiding niet meer beheersbaar is. Er zijn te veel besmettingen en de ziekenhuizen zijn overvol. Het staatshoofd benadrukte dat er voor het land code paars geldt, terwijl de ziekenhuizen al in code zwart zijn. Ingaande maandag 31 mei tot en met 18 juni 2021 geldt total lockdown. Alle dagen. Total lockdown. Maar natuurlijk hebben we als regering ook verantwoordelijkheden naar de samenleving toe. Dat voedselvoorziening gegarandeerd moet zijn. En daarom hebben we ook besloten dat de volgende bedrijfsgroepen voorwaardelijk open zullen zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. En dan kunt u uw boodschappen doen. We gaan uitleggen hoe. Supermarkten zullen open zijn. Bakkerijen zullen open zijn. Slagerijen zullen open zijn. En vanwege het feit dat we geconfronteerd worden met enorm veel wateroverlast, zijn er heel wat personen afhankelijk geworden van materialen die aangekocht moeten worden bij bouwmaterialenzaken. Dus de bouwmaterialenwinkels gaan we ook openhouden voor die 3 dagen en die tijden die ik net genoemd heb. Het staatshoofd gaf ook aan dat de regering is geconfronteerd met achterstallige schulden in ziekeninstellingen. Het gaat om geleverde diensten die niet betaald zijn, zei de president. Ja, vandaag heeft de regering geld vrijgemaakt. 25 miljoen voor die zorginstellingen. Voor de betaling van die achterstanden van afgelopen maanden en jaren. Omdat we geen stagnatie willen hebben. Bij de COVID-zorg. We willen geen belemmering hebben in het COVID-beleid. En we willen alles doen dat iedereen meewerkt. En als er inderdaad financiële achterstanden zijn die zorgen voor een stukje obstakel, dan moeten wij dat wegmaken. Dan doen we dat met hoogste prioriteit. Dan zal de financiering van een andere sector dan moeten wachten. Maar dan geven we deze zorg de hoogste prioriteit. We hebben gekeken naar de zuurstofvoorziening en we staan in contact met Frans-Guyana. We staan in contact met Trinidad. We staan in contact met onze eigen leveranciers hier zo. En ik kan u zeggen dat we al toezegging hebben. Namelijk dat vanuit Frans-Guyana maandag een zuurstofboot aankomt. Met 5 tanks aan zuurstof, wat goed zal zijn voor de komende dagen. En Chandrika Prasad Santokhi gisteravond op een spoed-COVID-persconferentie. Het staatshoofd doet een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de maatregelen. Indien de situatie niet verbetert, zullen er strengere maatregelen genomen moeten worden om de volksgezondheid te garanderen.